FIFA 17, we weten allemaal dat hij eraan komt. Wat willen we zien wat niet in FIFA 16 zit, maar misschien wel in een eerdere FIFA versie? Of simpelweg een volledig nieuwe future in FIFA 17? Deze video is een mix van mijn eigen mening en de mening van anderen uit verschillende artikels en video's. En veel van mijn punten kunnen waarschijnlijk niet meer toegevoegd worden voordat FIFA 17 uitkomt. Als ze dat nu nog niet zijn, want het zou gewoon simpelweg te lang duren voor de makers EA. Maar dan zou ik tegen EA zeggen, stop ze maar in FIFA 18, want het zou het spel echt een stuk beter maken. En de carrière modus echt laten voelen als een echt verhaal en een pad naar succes. Ik vind dat de manager een eigen identiteit moet hebben. De manier waarop het nu gaat, dat ze een eigen nationaliteit en geboortedatum hebben, is hartstikke leuk. Maar het voelt niet alsof je echt een eigen persoon is. Het is meer alsof het dan gewoon een persoon is in een boek die je zelf niet gemaakt hebt. Ik denk dat ze dat kunnen verbeteren door net zoals met de spelerscarrière je een echte avatar voor je manager kan maken. Deze avatar zal je dan ook zien in foto's in de pers, interviews in cutscenes waar we het later over gaan hebben, maar ook gewoon langs de zijlijn of als hij aan het juichen is met zijn eigen spelers. Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je dit kan doen, het gewoon al voelt alsof je veel meer een verhaal hebt achter je manager. En zoals ik al eerder zei, niet zo'n oppervlakkige persoon hebt met alleen maar een naam, een geboortedatum en een land van afkomst. Zoals in Football Manager 16, en dat zal je me nog vaker horen zeggen, want Football Manager 16 heeft nog eenmaal alles wat FIFA niet heeft behalve de gameplay, is het mogelijk om een club over te nemen later in het seizoen. Het idee is heel simpel, net zoals je dat ook gewoon dagelijks, eerder maandelijks, ziet in de wereld van de managers. Is dat als het helemaal niet goed gaat met een club in het midden van het seizoen of in de winterstop, dat een andere manager komt om het over te nemen en hopelijk weer de club weer op het goede pad te brengen. Dit vind je nou nooit in FIFA 16. En ik zou dat heel graag willen zien in FIFA 17. Teamtactieken. In PES 2016, en ik durf het bijna niet te zeggen, heb je echt het idee als je een teamtactiek maakt, dat het ook echt impact heeft op het veld. In mijn video's, in mijn carrière en in mijn spelerscarrière heb ik het ook wel eens over gehad, merk je dat de instructies die je geeft aan de spelers op zich wel aardig worden meegenomen in het veld. Maar achteraf gaat het toch echt om of je nou een goede speler bent of een goed team hebt tegen een ander team. Op het moment dat in de 85ste minuut, ligt aan de speeltijd trouwens ook die je speelt, de duratie van een helft, de andere tegenstander 5 minuten in een hoek gaat staan met de bal en gaat wachten totdat de 90ste minuut aangebroken is, heb je toch nooit echt het idee dat het echt een tactiek is, maar meer een geautomatiseerd systeem voor de AI, oftewel de computer van FIFA 16. Het zou heel goed zijn voor FIFA als je echt het idee zou hebben dat op het moment dat jij zegt, echt ga spelen over die linkerflank of gebruik die rechtsback om die overstap te maken, dat je ook echt het idee hebt dat er een structuur zit in de instructies die je gegeven hebt. Het zou mooi zijn als je, zoals eerder, ook de work rate, oftewel het werktempo van je spelers, opnieuw zou kunnen instellen. Dit was wel mogelijk in FIFA 14 en volgens mij zelfs in FIFA 15, maar het is weggehaald in FIFA 16. Er zijn flinke stappen gezet met de instructies, maar het zou nog steeds een stuk beter kunnen qua teamtactieken. Een idee zou kunnen zijn om de financiële kant van een club helemaal te kunnen omgooien en een nieuw systeem te kunnen creëren. Hoe de tv-gelden en het titelwinstgeld wordt verdeeld over de kosten van jouw club. In Football Manager 16, sorry, bedoel ik het weer, maar het is zo, kan je heel goed precies zien waar je budget vandaan komt. Maar het kan ook nog zelfs een rol hebben in het houden van je baan bij een club. Realistische transfers. We weten allemaal dat er een paar vaste transfers zitten in het begin van FIFA 16. Het zou best realistisch zijn, omdat bepaalde clubs gewoon al een visie hadden op een speler. Maar na 2 seizoenen heb je wel door dat het gewoon gescript is, oftewel vastgesteld vanaf het begin. Dit zou echt niet moeten kunnen. We weten nu na een tijdje echt wel dat David Alaba naar Juventus gaat van Bayern München. En het wordt na een tijdje gewoon saai om die berichten te zien. Ook zien we de transfer van David Luiz en zien we Nainggolan naar Valencia gaan in seizoen 2. Het is allemaal heel, heel standaard. En ik denk dat het een stuk beter zou kunnen gaan om het gewoon volledig random te maken, maar wel gebaseerd op topclubs. Op dit moment is er een groot verschil tussen een topclub en een semi-topclub. Terwijl in de realiteit liggen deze teams veel dichter bij elkaar door de nieuwe tv-gelden. Nu we het toch over transfers hebben, kunnen we het ook wel meteen hebben over de contracten. Contracten zijn heel erg plat in FIFA. En dat zijn ze eigenlijk al een hele tijd. In andere games kan je bijvoorbeeld contractdetails bij het kopen van een speler bekijken.
En opnieuw, Football Manager 16 heeft dit, maar er zijn ook verschillende andere games, zoals PES, die meer details hebben in het kopen van spelers en het contracteren en de opties die daarbij komen kijken. Bijvoorbeeld, als je een speler koopt, kan je hem daar een jaar laten blijven en nog bij zijn eigen club laten spelen. Bijvoorbeeld, ik koop Bazour van Ajax en ik ben manager bij FC Barcelona. Maar ik zeg, voor zijn ontwikkeling en zijn speeltijd kan hij nog beter bij Ajax blijven spelen. Dan kan ik daarvoor kiezen. Nog een voorbeeld zijn clausules. Clausules zijn bijvoorbeeld als een speler een minimale afkoopsom heeft of een bepaalde bonus krijgt als er een prijs wordt gewonnen. Dit kunnen allemaal interessante kwesties zijn als je iemand probeert bij je team te halen. Daarom denk ik dat het ook zeker een goede optie zou zijn om in FIFA 17 of natuurlijk zoals ik al eerder zei FIFA 18 toe te passen. Interviews en persconferenties. Persconferenties in FIFA zijn simpelweg ruk. Je kan eigenlijk maar 3 dingen doen. Dat is motiveren, loven en iemand nerveus maken. En nog steeds heb ik het idee dat ja, het is wel leuk, maar het heeft geen enkel effect op de wedstrijd, op het moraal of wat dan ook. Behalve een paar nieuwsberichtjes die ook heel erg repetitief zijn en altijd maar hetzelfde is. Ook is het een leuk idee om interviews buiten de club te doen en andere pers erin te betrekken. In Football Manager 2016 heb je de optie om regionale pers bij jou vragen te hebben stellen. Bijvoorbeeld je speelt tegen een Italiaanse club, dan komt de Italiaanse krant aan jou een vraag stellen. Of je speelt een binnenlandse wedstrijd, in dit geval de Eredivisie, dan krijg je vragen van nu.nl, Nu Sport of misschien het Hollands Dagblad of wat dan ook, iets wat in Nederland aan de gang is. Ook lijkt het me een geweldig idee om meer cutscenes te creëren en helemaal iets wat eigenlijk al lang in het spel moet zitten, zijn de cutscenes met juichende spelers, nieuwe aankopen, managers die een prijs winnen, of managers die voor de eerste keer in het stadion komen, fans die in het stadion weggaan omdat het niet goed gaat, shirtjes weggeven aan de fans of misschien alleen maar spelers die juichen met de fans na een belangrijke overwinning. Over fans gesproken, kom op, daar moet echt wel aan gedaan worden. Fans op dit moment is, ja, het zijn allemaal kopietjes van elkaar. Ik denk dat met een beetje technologie je daar vast wel iets moois van kan maken, jee. Onder 21 en B-elftallen. Dit is iets wat al eerder in FIFA 2005 zat. Ik weet, en ik kan me nog goed herinneren, dat ik met Barcelona B speelde. En op het moment dat ik een prof maakte, werd hij ook automatisch geplaatst in Barcelona B voordat ik naar Barcelona het eerste elftal kon. Dit vond ik zelf een enorm mooi proces, omdat je echt werd uitgekozen voor het eerste van Barcelona als je het ook echt goed deed. Tegelijkertijd werden we ook geselecteerd voor het onder 21 in bijvoorbeeld Nederland als dit mijn nationaliteit was. Onder 21 elftallen en B-elftallen zijn enorm belangrijk voor de doorstroom als je een lange carrière gaat spelen. Het is enorm irritant en ook heel onrealistisch als je alleen maar jeugdspelers kan kopen van andere teams die een bepaalde leeftijd hebben uit de jeugdacademy, maar je ze nooit echt kan laten opleiden in een team en je ze ook echt kan zien spelen of misschien alleen maar rapporten van kan krijgen. Het zou wel leuk genoeg zijn als je er alleen maar rapporten van krijgt. Ik hoef ze niet per se te zien spelen. Maar ik zou het wel enorm leuk vinden als ik gewoon als prof zijn, als ik die zelf maak, een spelercarrière geldt dat ook voor. Dat je een eigen prof maakt, geselecteerd wordt voor onder 19 of onder 21 voor Nederland. En daarna in een Eredivisie team komt omdat je daar zo goed doet. En vandaar verder komt in Eredivisie team, ander team of misschien zelfs het Nederlands elftal. Nog een aantal dingen die in eerdere FIFA games zaten en toevallig ook in FIFA 2005 was het kunnen onderbreken van je simulatie. Stel je voor je hebt niet zo zin om deze wedstrijd te spelen maar het gaat toch niet helemaal zoals gepland. Zou je bijvoorbeeld na rust kunnen ingrijpen en dan kan je ervoor zorgen dat je team alsnog de winnende punten pakt. Ook was de optie om bijvoorbeeld een tactical sim te doen. Een tactical sim kon je zelfs nog wisselen en tactieken aanpassen en zeggen nou moet je bijvoorbeeld meer aanvallend spelen nu verdedigend en ingrijpen terwijl het spel de simulatie voorbrengt. Dit zou niet eens heel moeilijk kunnen zijn om erin toe te voegen en ik weet zeker dat het heel prettig is en ook weer een lekkere verandering in plaats van alleen maar elke wedstrijd hard kunnen simuleren zonder dat je ook maar enige invloed hebt of dat je de hele wedstrijd moet spelen. Training en ontwikkeling. Spelers om trainen. Denk aan een linksmidden die je graag linksvoor wil laten spelen. Maar je kan op geen enkele manier deze speler omtrainen en dus zal je altijd maar een optie moeten kiezen dat hij niet volledig zijn functie kan bekleden in die bepaalde positie. Of simpelweg wil je hem graag aan de rechterkant zetten, maar dat is niet mogelijk. Er zou de optie kunnen zijn om spelers te laten omtrainen. En dan is het natuurlijk aan de speler zelf om te zeggen of hij dat wel wil of dat hij daar heel goed in is. Dus het is niet zo dat je altijd maar alle spelers volledig kan omtrainen, maar er zou wel degelijk een aantal factoren moeten zijn die ervoor kunnen zorgen dat het een gebalanceerd systeem is.
Hierdoor kunnen ze ook beter bij je tactiek passen en kun je op het einde ook meer doen met je tactiek. Dan heb je het idee dat het echt impact heeft op je team in plaats van dat het alleen maar een tactiek is voor een bepaalde wedstrijd. Het wordt dan echt de tactiek van jouw team omdat je spelers ook ingesteld zijn voor die bepaalde tactiek in dit bepaalde team. Iets wat ook al in verschillende FIFA games heeft gezeten, maar jammer genoeg is verwijderd door de loop van de jaren, is de keuze om sponsors te kiezen, boarding sponsors, zoals de borden om het veld heen, maar ook bijvoorbeeld om je stadion uit te breiden en verschillende factoren daaromheen. Je kon zelfs de prijs van een seizoenskaart of kaartje aanpassen, waardoor je vaker het stadion vol kon krijgen en ook echt geld kreeg aan het einde van een wedstrijd. Nu ben ik ervan overtuigd dat met nieuwe financiële injecties van de tv-gelden dit natuurlijk een kleine prijs is. Maar voor kleine clubs, zoals in de Eredivisie ook, zijn er nog steeds heel veel teams die afhangen van hoeveel mensen er komen om bijvoorbeeld een stadion uit te breiden. Denk aan bijvoorbeeld Feyenoord, dat je nog een reden hebt om het stadion uit te breiden. Simpelweg omdat je elke keer vol zit. Dat kan een goed argument zijn, die ook wel eens gebruikt wordt in Football Manager 2016. Ik zou persoonlijk een hele leuke editie vinden en ik weet zeker dat het ook iets is wat FIFA echt kan veranderen tot de echte simulatie van die carrière. En ik denk ook dat het een leuk extra ding is om je bezig te houden met de groei van je club en echt op te waarderen van een kleine provincieclub naar een grote landelijke topclub. Een aantal zelfstandige extra futures. Een database om alle totale statistieken van de meerdere jaren dat je in je contract zit als manager of als speler of gewoon simpelweg je hele carrière vastleggen en dat je precies kan zien hoe elk team en elk club het gedaan heeft. Het is niet heel moeilijk om een database te genereren en helemaal niet als je je eigen save file hebt, oftewel je opgeslagen bestand met jouw eigen FIFA spel. Voor elke eigen FIFA save zou je je eigen database kunnen hebben. In deze database zou bijvoorbeeld bij worden gehouden hoeveel doelpunten, welke topscorers er waren, hoeveel interlands, hoeveel assisten, hoe lang iemand in een bepaald team gespeeld heeft. En heb je echt een idee hoe jouw speler of jouw manager en de spelers met wie jouw manager speelt ontwikkeld zijn door de jaren heen. Op dit moment vervalt het gewoon na een jaar en kan je niet eens meer terugzien of iemand goed was vorig jaar. Hier en daar komt er een nieuwsbericht dat ze zeggen, ja, vorig jaar was hij topscorer, dus dat is nog wel degelijk bekend voor het spel. Dan zou ik zeggen, waarom zou dit niet ergens kunnen te zien zijn? Co-op carrière. Ik denk dat ik hier niet veel hoef bij te zeggen. Co-op carrière zou gewoon heel erg leuk zijn om samen met iemand anders een club te managen. Of misschien zelfs allebei een club te zijn in dezelfde carrière en dat je op elkaar moet wachten om de wedstrijd te spelen. En het laatste wat ik zeg is, omdat het natuurlijk ook te maken heeft met het out of sync, dat het niet gelijk loopt met elkaar. Dat is het grootste probleem van deze co-op carrière, maar persoonlijk denk ik dat hier wel een weg omheen zou kunnen worden gevonden. Ik kan me herinneren dat er ook eerder nog een optie was om samen te spelen over het internet, dus ik ben ervan overtuigd dat het een mogelijkheid is die kan worden toegevoegd door de EA. En de laatste future die ik ga voorstellen is FM16 Creator Club. Los van een aantal copyright problemen die je zou kunnen ondervinden door het vervangen van bepaalde shirt sponsors of dingen die je in de game importeert, zou het mogelijk zijn om FM16 Creator Club te creëren op dezelfde manier waarop ze de player faces hebben gecreëerd. Met een foto die je zelf kan uploaden van bijvoorbeeld jouw logo en dat die dan verwerkt wordt in verschillende plekken in de carrière. Er hoeft niet per se een heel groot zo goed te zijn als bijvoorbeeld een carrière met Manchester United, waar je echt nieuwsberichten krijgt die voor jou speciaal zijn gemaakt. Maar ik weet zeker dat het hartstikke leuk zou zijn om gewoon je eigen club te kunnen creëren in bijvoorbeeld de laagste league in Engeland en helemaal omhoog te gaan en daarna zelf bijvoorbeeld de Champions League te winnen. Bedankt voor het kijken naar mijn FIFA 17 wishlist. Ik hoop dat je genoten hebt van de punten die ik naar voren heb gebracht. Deze zijn natuurlijk niet allemaal van mij, maar ook van de community zoals bijvoorbeeld Futhead, maar ook van FIFA 17 News. En ook heb ik een video gebruikt van Anaf Drubo. Al de linken staan in de descriptie beneden. En samen met mijn eigen mening is deze video persoonlijk vind ik aardig uitgepakt. Ik denk dat er heel veel punten in zitten waar de developers van FIFA oftewel EA iets mee kunnen. Is er nog iets wat jij graag wil zien in FIFA 17? Laat het me weten in de reactie hieronder. En abonneer voor meer nieuws over FIFA 17 als het eraan komt. Als het natuurlijk E3 en Gamescom tijd is, dan zul je dat zeker op dit kanaal vinden. Tot de volgende keer. See ya!